Hey allemaal. Hey. Oh, Stefan is er ook. Maar hij doet niet mee. Oh, of moet ik stil zijn? Nee joh. Maakt mij wel uit. Wat is dit voor vage knakker, hè? Ja, dit is Cho'Gall. Dit is een iets nieuwere, ja, de ena nieuwste hero in Heroes of the Storm. En het is een hero die speel je met z'n tweeën. Oh. Dus ik bestuur hem eigenlijk. Ik doe een paar... Nee, je mag erbij zijn, Robin. Zij besturen hem. Ik... Dus ik ben gewoon afhankelijk van jou? Ik bestuur hem. Ik kan een paar abilities doen. En Robin kan ook later abilities doen. Hij doet dikke damage. Alleen, ja, ik zit dus vast in jou. Ik kan dus niet lopen. Het is eigenlijk nu dat je gewoon een permanente abattoir hebt. Ja, zoiets. Even kijken... 50% damage, bam. Ik krijg alweer die map waar ik niks van snap. Hoe heet al die champions ook alweer? Ik weet het allemaal. We hebben Nova, we hebben die knakker met een baard. We hebben deze, die stealth knakker. En dan heb je ons twee. Oh, ik ben al die fucking namen vergeten, man. Zeratul. Nova en Nofurion. Ik zag hier Diablo net. Nofurion. Oh! Netjes. Hey, even voor de duidelijkheid. Ik liet dat ding rollen. En Robin kan die dan activeren. Ja. Zo. Bij mij is ik roep dit gewoon is E als ik... Ja, ik roep gewoon E als ik dat doe. Want, ja, E. Ja. Ja, wat dacht hij dan? Dit is gewoon 2 tegen 1. Wat denkt hij te doen? Kijk, Robin hoeft gewoon helemaal niks te doen, hè? Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik bestuur het beest. Ik kan gewoon hier lekker thee drinken. Oh. Op jou wel even goed uit. Ah. Dang it. Oh! Okay, die zag ik niet aankomen. Ja, sorry. Ik zet. Geen nu. Kan it's all a work in progress. Maar wij zijn hem nu echt aan het boedien. En nu is hier gewoon dat ding. Wat spannend, die auto. Oh. Laat hem maar komen, jong. Dan voel ik me eindelijk sterk. Eindelijk. Jaren geduurd, maar... Ja. Ik voel me nooit sterk. Oeh. Oké, komt hij uit. Wat dan? Nice. Bam! Ja, wat had je dan, hè? Beunaars. Beunaars. Hé. Oh! Please! Oh. Hebben we hem? We hebben hem! Ja, ze hebben dat ding gekregen. Nice, we hadden hem. Oké. Kom dan, hè? Hey. Kom dan, jong! Yes! Oh, ja. Yeah. Nice. Eigenlijk is het gewoon dik 2 tegen 1. We zitten hier zo van, ja, wij zijn pro. Ja. Oh, shit. Juist. Even. Oh, hou die... Oh, die sergeant is met niks bezig. Okay. Nice. Hey. Ik ben gaan dood, tot hier. Oeh, nice gezien. Goed gemaakt. Goed gedaan. Ja, de sergeant hij was al dit op ons te schieten. Huh. Oh! Oké. Okay. Zo, zag je die skills van de Malfurion? Nee. Malfurion! Oh, hij liep er nog in. Ja, die moet wel dood zijn toch? Nee. Die sergeant hammer zit op ons te hameren. Ah, dan kan ik heel flauw zijn en zeggen van, waar was je mee bezig man, dat had gewoon weggelopen. Maar, zo ben ik niet. Hè? Nee. Maar waar was je mee bezig, Jan? Nee. Twee, drie, vier, hoekje van. Niet één, maar één, Stefan. Oh. Nee. Au. Au.
Oh, kom niet. Oh, Diablo gaat dood. Nee, Diablo blijft leven, verdorie. Jongens, doe er eens wat aan of zo. Ja, die. Nee, ik heb hem niet. Hey. Ik heb die freaking... Oh, shit, son. We hebben dik Ah, kom op, jongens. Pak die. Pak hem. Oh, ja, nice. Oké. Okay. Ziet er echt stom uit, man. Het ziet er echt niet uit. Rob Alkitab. Nee, we heten Jelkitab. Jelkitab. Ik kan het niet eens uitspreken, man. Moet nagaan. Jeltab. Er staat geen eens een L, trouwens. Jeltab. Jeltab. Heb jij een L bij jou? Oh nee, E-tab is het inderdaad. Ja, G-tab. Nee, E-tab. G-tab. Het lijkt net dat we Jihad Ali of zo. Zit alles op hard te focussen? Nice. Goed zo, ja, dat is het zo. Kom, op deze kijk eens aan. Hé. Oh, die ging een beetje een andere kant op dan ik op. Die ene unicorn bitch. Lunara. Nah, ja. Unicorn, ja, de centaur bitch. Ja, dat is eigenlijk volgens mij is een beetje de Teemo van Heroes of the Storm. Boom! Oh, man! Oh! Oh shit, ouw! Ja, wat? Waarom ga ik nou dood? Je loopt door de granaten, of door die mines heen. Oh god, dat minions waren. Nee! Minions of granaten, lijkt me minions zonder. Zitten in de lane. Ja, dat weet ik veel. Ik dacht dat het minions waren, want ik hoorde mijn weer gebruiken om er even van te healen. Grapjas. Oh shit, oh. Galenianio. Ik ga gewoon deze proberen, Jolo. Oh okay, shit! Dat lijkt me geen goed idee. Ik doe ult. There! Bye bye, sergeant. Sergeant who? Da-ba-da-da-da-da-ba-da-ba. Ulti! Oh, they got raped. Ulti! Op, sergeant. Shit, so close! Het zou mooi zijn als je uiteindelijk ook een champion die met z'n drie kan besturen. Ja, maar dat zou gewoon niet. Nee, man. Dat kan je niet meer overleggen. Dat? Ga naar links. Dan heb je ja, twee anderen en ja, als die. Ja, deze. Hoe zou dat werken? Je moet meteen twee mensen minimaal er tegenover hebben staan, anders maak je ook geen kans. En daarom? Niet. Dat is toch vet? Dan is het eigenlijk een soort die drie Vikings, zeg maar. Misschien. Ja, maar dat heb je. Ja, maar die bestuur je met één. Ja. Wat ik ook grappig vind. Like, wat ik nog steeds niet snap, is wel, ze zijn wel creatief met heroes. Ze nemen het minder serieus dan League of Legends. Oh, League of Legends tegenwoordig, ook van die heroes denk je van, what the heck is dit? Ja, maar dat is geen eentje en zo, dit is echt gewoon ja, okay. Echt heel ander. Dat is waar, ja, dit is gewoon echt meer voor dat je met vrienden kan spelen, gewoon. More enjoyable. Ik zat vandaag één livestream te kijken, hè. Oh jee. Even van lol, en ik dacht echt van, ja, ik is helemaal niet leuk. En ook zo, die community is zo, zelfs de pro-spelers zijn echt toxic tegenover elkaar. Ja. Dat is... Ik bedoel, wat bereik je daarmee dan? Dat snap ik gewoon helemaal. Hey, hallo! Ja, ik vind dat gewoon zo bullshit hallo. Dat ze gewoon zo met elkaar omgaan. Ik bedoel, dat doe je toch ook normaal niet met andere mensen. Oh, wat die! Hey. Die is dood. Oh shit. Man, ik heb die eet steeds minder vaak door. Maar ja, we hebben verloren. Ja, nou. Je weet maar nooit, hè. Nee, maar kijk, bij de vorige hebben ze er meteen 5, we hebben nog maar 1. Dus. Een beetje positief blijven, Joel.
Oké, dan. Maar we gaan echt... Hou de moed erin, jongen. Neem dat paard op je schouder mee, we gaan dit winnen. Ik wens voor 1000 euro dat we nog gaan winnen. Oké, ik doe met je mee. Maar ik denk dat we verliezen. Ja, zullen we anders daar inderdaad naartoe gaan? Oh, wat is dat dan? Oh, shit. Ja, dat gaat mijn geld. Je geld? Ja, om 1000 euro. Oh ja. Nou, ik heb nu 1000 euro, dus dat scheelt. Ik vind het. Moeten we vaker doen dit. Gamma, wat?